Bonjour, je m'appelle Ina, je suis le prof de français du lycée et je vais vous expliquer le PTA du AVO. Voor het schoolexamen Frans bestaat uit vier onderdelen. In leerjaar 4 starten we al met literatuur, dan lees je twee boeken en het laatste boek lees je in leerjaar 5. Verder hou je een examendossier bij. Dat zijn de opdrachten die horen bij literatuur. En zo nu en dan doen we samen iets in de klas. Voor al die drie boeken krijg je een apart cijfer. En dat cijfer telt één keer mee. Dan in leerjaar 5 focussen we per periode op één vaardigheid. In periode 1 is dat schrijven. In periode 2 kijken en luisteren. In periode 3 spreken. Elke periode wordt afgerond met een schoolexamen en deze onderdelen tellen allemaal drie keer mee. Omdat het eindexamen Frans helemaal uit leesvaardigheid bestaat, beginnen we meteen in leerjaar 5 al met het trainen van leesvaardigheid. En zorgen we ervoor dat het idioom en je woordenschat wordt uitgebreid. Nou, als je dit verhaal in het format van een PTA zet, dan ziet het er zo uit. Ik hoop dat het zo helder was. Merci et bon courage.